Ja, 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 toch. Dat die zak goed en veilig aankomt op Barbados. Met inhoud. Met inhoud, niet gescheurd, volledig, compleet. Barbados, here we come. Here we go. Nou, dit was het historische moment dat onze flextank Suriname heeft verlaten en richting heeft gezet naar Barbados. En dat is zeker niet zonder slag of stoot gegaan. Wij hebben extreem veel getest. Onze flextank is tot het ultieme getest in trekkracht, in sterkte van het textiel en het materiaal. En ik moet wel zeggen, en dat mag u best wel weten, de enorme kracht die de Suriname rivier heeft met het laden en het transporteren van de flextank, daar hebben wij en onze techneuten en mijn team, het hele team, heeft zich daar niet in vergist, maar dat hadden we beter moeten kunnen inschatten. Maar het is een ongelooflijk krachtige rivier en eens te meer zie je dat deze rivier ervoor zorgt dat de watervoorziening voor de toekomst van dit project een enorme onuitputtelijke bron is. De zak was even aan wal. Wat was er precies mis mee? Bij het laatste vullen van de tank is er een scheur in de tank gekomen, in de flextank. En die scheur, we hebben eerst de tank moeten laten leeglopen en daarna de scheur moeten repareren. En daar ontstond vertraging door. Helaas. Zo'n historisch moment, hoe voel je je nu? Nou, vandaag op dit moment vooral voldaan, maar ook heel erg vermoeid. Het is een hele, hele intensieve aanloop geweest naar een hele succesvolle afsluiting. En ik zou bijna willen zeggen een gevoel van oud en nieuw. Een beetje het kerstgevoel. En mijn nieuwe jaar is het jaar dat de ontwikkeling en de start en de productie van de 40 miljoen liter flextank zal gaan aanvangen. En die 40 miljoen, hoeveel zal dat ons opbrengen? Ja, dat is 40 miljoen keer 400. We zijn van plan om 400 flextanks in de toekomst te laten bouwen. En ik kan u niet precies vertellen hoeveel, maar dan hebben we het over vele honderden miljoenen euro's alleen voor Suriname. En dat gaat echt over een totaal van 38% van het netto resultaat. Minister Dodson die is heel druk bezig met de waterwetgeving. Is voor mij cruciaal. Ik heb al eerder gezegd, wij zullen niet commercieel gaan opereren als er geen deugdelijke waterwet is. En dus ik vind het van belang dat als ik kan bijdragen om minister Dodson of het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen daarin te helpen en te assisteren, zal ik dat zeker doen. En voor mij is het van belang dat die waterwetgeving er is en correct er is.